Ja, ik ben net terug van wiskunde en de toets ging gewoon goed. Ja, alle vragen waren gewoon goed te doen. Behalve eentje waar ik later op terugkomen. Maar aan het eind van de toets, toen ik klaar was, was de tijd nog voorbij, helaas. Maar ja, voor de rest gingen alle vragen gewoon goed. Ik denk dat ik een goed punt heb. Ja, ik heb het al nagekeken en volgens het nakijkboekje zit ik tussen de 6,2 en de 8,2. Dus laten we gemak even zeggen een 7,2. En ja, daar ben ik best wel tevreden mee. Er waren wel alleen wat vragen waarvan mijn redenering, mijn manier van oplossen van die som, dat die niet in het nakijkboek stond, maar dat ik wel op hetzelfde antwoord uitkwam. Dus ik hoop dat die gewoon ook goed gerekend worden, want ja, ik heb gewoon in feite het juiste antwoord gegeven. En ik heb het op een totaal andere manier gedaan. Waarom? Ik weet het ook niet, maar het kwam uit. Ik had het goede antwoord, dus waarom ook niet. En ja, de toets, ik vond hem gewoon goed te doen. Er zaten wel wat strikvragen in. Helaas ben ik zelf in de strikvragen getrapt. Maar ja, nog steeds een 7,2 ongeveer, dus wat mij betreft prima. En de volgende toets, biologie, die heb ik helaas niet zo goed gemaakt. Je kan het filmpje terugkijken op bnstem.nl, de website. Ja, ik had dus berekend wat ik moest halen voor vandaag, voor wiskunde, wil ik slagen. Dus ik had berekend dat ik een 8 moest halen. En dan kon ik voor woensdag bij scheikunde. Scheikunde is echt mijn slechtste vak. Moest ik daar een 4 halen. Dat is te doen. En dan vandaag bij wiskunde 8 en dan was ik geslaagd. Nou, 7,2 dat is netjes minder. Maar ik heb nou berekend, als ik voor scheikunde een 4,3 haal, dan ben ik ook geslaagd. Zonder herkansing trouwens, want ik kan altijd nog biologie herkansen. Maar ja, het is dus net weer een 8. Een 7,2 ongeveer. Ja, er komen nog punten bij, neem ik aan. Omdat mijn redenatie anders was. Wel dezelfde uitkomst, maar die heb ik niet bij de punten berekend. De groetjes aan Lisa trouwens. Nee, Lisa. Dit is Lisa. En Lisa is een meisje dat heel het jaar met mij wiskunde heeft gedaan. Ze zat naast elkaar in de klas, maar we hebben geen één keer zelf gewerkt. We hebben alles samen gedaan. Niks zelfstandig, alles samen. En ja, mede door Lisa heb ik dit punt. Want we hebben elkaar gewoon heel het jaar door geholpen. Ik haar en zij mij. Het kan spreken nu als ik weer iets beter. En met alle andere dingen was zij weer iets beter. Ze heeft me goed geholpen. Dus dankjewel Lisa voor heel het jaar helpen. Ja, en jij hebt zelf ook goed punt tussen de 6,7 en de 8,7. Dus goed gedaan. Ja, dus alle twee hebben hopelijk een goed punt. Ik neem aan van wel, maar nog niks is zeker. Ja, ik ga nou leren volgens scheikunde. Laatste toets op woensdag. Die gaat niet zo heel goed komen, maar een 4 of een 4,3 zou voldoende moeten zijn om direct te slagen. Eventueel hebben we nog herkansingen, maar ik wil natuurlijk het liefst gewoon direct slagen. Dus ik ga nou hard doorleren en ja, zie ik jullie woensdag weer. Doei!